De stroming staat vanaf het zuiden naar het noorden. Het zijn 6 krasse knarren met de luidende naam Sixpack. Oké, guys. 6 vrienden van de Haagse zwemvereniging HZ Sian gaan het ultieme proberen. Het kanaal overzwemmen, vanuit Dover naar Calais. Het kanaal, dat is het, zoals ze het noemen, het Himalaya, de Himalaya van het openwaterzwemmen. Dit is de ultieme, ook laat maar zeggen, ten opzichte van andere openwaterwedstrijden, de ultieme wedstrijd. Voor de rest heb ik tegen hun gezegd dat zij mogen kiezen bij wie ze willen blijven. 33 kilometer, door de stroming zwem je meer, dus 40 kilometer. En dat doen we met een groep oude knarren. En we gaan een wereldrecord zwemmen. Bet your bottom dollar. Nachtzwemmen op de Vlietlanden, veel kilometers in het zwembad en als training het IJsselmeer overzwemmen. Er is genoeg gedaan, maar hoewel de zwemmers goed getraind zijn, liggen er altijd nog wel gevaren op de loer. We moeten reëel zijn, er overlijden op de een of andere manier elk jaar wel 1 of 2 mensen. En dat zijn mensen niet, die ongetraind zijn. Die hebben toch net zoals wij zich lang voorbereid en medisch gekeurd en al die wat zo. Dus ja, het is natuurlijk een forse inspanning. Dat kunnen we niet ontkennen. Verwaarloosbare risico's. Het enige echte risico is dat je aan het zwemmen bent en dat je de boot niet meer opkomt. Dat ze zeggen van ja, nee, ik heb nog een rekening met je te verheffen. Kan gebeuren. Maar ja. Komende week moet het gaan gebeuren. Als de omstandigheden ideaal zijn, krijgen ze een oproep om af te reizen naar Engeland. Dan krijg je een telefoontje en dan krijg je te horen, nou, tussen 24 en 48 uur kan je starten. Dat betekent op dat moment dat via de telefoon en via de sms krijgt iedereen een bericht. Wij gaan in de auto, we gaan naar Dover en we wachten daar tot we het definitieve groene licht krijgen. Dan stappen we in de haven op de boot. We varen terug naar het strand. De eerste zwemmer duikt door de branding op het strand, krijgt de toeter en op dat moment ga je van start.